Normaal moest de grote Brabo-kraan hier vanmorgen op Linkeroever een valreep komen plaatsen. Die moet de drijvende pontons verbinden met deze vaste aankomstbrug op Linkeroever. Maar het plaatsen van dat tussenstuk bleek vanmorgen nog niet mogelijk. We hebben vastgesteld dat er een 60-tal centimeter slip meer afgezet is op de bodem van de Schelde in vergelijking met vorig jaar. En dat betekende eigenlijk dat het ponton waarop de valreep zou rusten, dat die zou kunnen droog komen te liggen. Dus komt er een baggerboot aan te pas. Die moet zo'n 60 centimeter slip van de bodem halen. Anders dreigt de valreep vast te raken op de bodem. Zeker bij laagtij. Dat mag zeker niet gebeuren. Bij de test vorig jaar deed dit probleem zich niet voor. Hoe komt dat dat nu wel zo is en vorig jaar niet? Ja, ik heb geen idee. De Schelde is wat ze is natuurlijk. Dus de afzetting op de Schelde dat is iets wat permanent gebeurt. De baggerwerken gebeuren ook permanent. We hadden ingeschat dat de extra baggeren niet nodig zou geweest zijn. Maar het blijkt nu dat we gecontroleerd hebben dat dat toch wel het geval was. De Brabo-kraan zal nu vanavond laat pas bij hoogtij de valreep komen plaatsen. Intussen testen de Belgische en Nederlandse militairen wel al de pontons uit. En dan vooral het aaneenschakelen ervan. Dat trok op Rechteroever veel kijklustigen aan. Ja, dat is wel eens een dikke moment natuurlijk, voor dat mee te maken. Hè? Dat zijn er niet alle dagen zo uit. Hè? We hadden ook gehoopt van erover te kunnen gaan, maar alles was al uitverkocht. Dus spijtig, daarmee dat we hier zijn. Dan hebt u de opbouw toch al gezien? Ja, wel. Ja. Ik vind dat ook heel belangrijk. Ja. Op deze boot wordt ook meteen de muziek al uitgetest voor het openingsspektakel. En mooie muziek. Afschuwelijk, sorry. Is dat muziek? Amai. Dat je er een heel lang dag in ziet. Wat vindt u van het soort muziek? Dramatisch. Maar dat mag misschien wel bij zo'n evenement. Ja. Het maakt wel indruk. Ja.